e degli Switzerland, qui alla Giano man farditi na pres pe umetà. So many native saini prazeri du no mas ridi. How many words to taki ab sale guinti un ome archi. So many arif sale uatra guevu soso sa utandu. Ai mi stranan, mi love you. Goedemorgen vanuit Sweetie Suriname. Dit is het programma Travas de Morning Show. Mijn naam is Gloria Botsen en welkom er weer bij. Via livestream te volgen, social media, Facebook live en via 7.1 en 7.8. Ga doen zoals Harry Jongloy het vroeger deed. Archimang ina foto, abrawatra. Awan speunde, Travas de radio en televisie en baruwan biggie, Sweetie odi odi. Degene onder ons die vandaag jarig zijn, hiep 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 hiep, hoeré! Degene in het ziekenhuis een speedy recovery. Degene in de gevangenis ook heel veel sterkte. En degene die een geliefde zijn kwijtgeraakt, heel veel sterkte. Ik kreeg vanmorgen het nieuws dat een goede kennis van mij, haar dochter, helaas is overleden vannacht. We wisten wel, want ze was ziek. Maar dat is toch altijd even pijnlijk. En vanuit deze plaats heel veel sterkte, Jeanette, met het verwerken van dit verlies. Nogmaals, goedemorgen. Mijn naam is Gloria Bautzen met het programma Travas de op radio en televisie 7.1 en 7.8. Radio moet nog volgen. Fijn dat jullie weer bij zijn. En ik ga gelijk. Ik heb maar een uurtje vandaag, omdat ik naar de vergadering wil van de bonden bij aan de CLO aan de Gemeenelandsweg. Dan wil ik even gaan kijken waar mensen bonden met elkaar gaan praten om te gaan kijken voor waarschijnlijk een protestactie die eraan zal komen. Dus daar wil ik even bij zijn om live verslag te doen. Dus ik ben hier maar een uurtje en daarna rijden. Dan is er ook nog vanmiddag om 11:45 een persconferentie bij het ministerie van Financiën. Samen met IMF dacht ik om te gaan kijken van hoe staan we ervoor en krijgen we de volgende tranche of niet. En ook vandaag volgens mij is de uitspraak of het uitleg over de uitspraken die gedaan zijn door een lid van de jeugdraad om te zeggen dat er allerlei corruptie plaatsvindt. Dus dat is ook vandaag een beetje een drukke dag. En hebben we natuurlijk ook op de woensdag, elke woensdag is raad van ministers die bij elkaar komt bij het kabinet van de vicepresident. Maar daar ga ik niet bij zijn, denk ik. Goed, ik heb een filmpje die ik wil laten zien aan u. Een van de velen, maar deze is recent. En daar wil ik even bij stilstaan om met u te kijken en om te reageren van, hoe zou het anders moeten? Want u weet het, ik ben op zoek naar de leider die verbindt. Ik ben op zoek naar de leider die staat voor de drie K's. Kennis, kunde en karakter, en vooral karakter. En karakter is iets dat je dus hebt. Dan kun je kennis en kunde zijn, waar die zomaar zo mooi, die kun je aanleren, maar karakter niet. Dat is iets wat je in je core hebt. Dus die leider moeten we nog gaan identificeren zoals we woongebieden en recreatie en industriegebieden kunnen identificeren. Moeten we ook die leider gaan identificeren die gaat voor verbinding en wat zijn de wapenfeiten. Maar we gaan nu kijken naar het filmpje. Ik dacht dat het van gisteren was. Meneer voorzitter, ik kan me niet voorstellen dat uw geachte parmisser die hele zaak hier probeert te dramatiseren. Is nummer hier gezegd dat de regering, dat deze regering geen prioriteit heeft voor water. Dit is demonstreren om stemmen te maken, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik ken de tijd toen regering Boutersen aan de macht was. Was er ook zo'n situatie. En als je dan werkt naar Atjoni King, als je geen NDP'er bent, krijg je geen water. En nu probeert hij hier te zeggen dat deze regering geen prioriteit heeft. We hebben gezegd. We hebben gezegd, er is niks veel veranderd aan de situatie. Wat betreft waterprobleem in Suriname, er is niet veel veranderd. En we hebben gezegd, de regering heeft terstond de directeur uitgenodigd om ons uit te leggen hoe we het probleem gaan oplossen. En als je hier zegt, we hebben geen prioriteit,
hem aan de volk te vertellen dat er geen prioriteit, dat is er geen... Dat is niet waar. Dat is niet waar. De regering heeft, wij hebben goedgekeurd, 7 miljoen. 7 miljoen is goedgekeurd, meneer de voorzitter, om uw waterproblemen op te lossen. En wanneer de autorisatie gegeven wordt, hebben we hier gezegd, er is nog geen autorisatie gegeven, we weten niet, maar is het tot 2 keren toe die wij hebben gezeten om het probleem van water op te lossen. Wie gaat geen waterprobleem willen oplossen? Maar zegt, de regering geeft geen prioriteit aan water. Dat is niet waar, meneer de voorzitter. Deze regering geeft juist prioriteit. En we willen water voor ieder. We hebben zelf gezegd dat Henaar is opgelost. Paradijs wordt ook opgelost. En we zijn doende om die pompen die nodig zijn om die te vervangen, om het waterprobleem op te lossen. Dat heb ik hier gezegd. Ja? En na zoveel jaren waren jullie aan de macht en wat hebben jullie gedaan aan water? Maar de voorzitter, ik mag je zeggen dat wat ik het erger vind is dat deze mensen ook in de macht hadden. En ik zeg u, ik moest gaan naar Atjoni en was droogte. En als je geen NDPR hebt, je niet een... ja, ik zeg u wat die dingen waren. Dan krijg je geen water. Zo erg was president. Dat. Laten we bij de actualiteit blijven. Als jullie mensen willen maken, hier in het parlement, dan ik heb jullie allemaal door wat jullie willen doen. Maar deze regering geeft prioriteit aan de bevolking wat het gaat over watervoorziening. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank. ik heb eventjes geluisterd ook weer naar... wat de heer, u heeft gekeken naar de heer Brunswijk, de VP, in het parlement. Het ging over waterhuishouding en dat de coalitie zegt, blijkbaar, u heeft geen prioriteit. Maar waarom ik dit laat zien? Om even te kijken naar hoe er gediscussieerd wordt. Hoe we met elkaar praten in het hoogste college van staat in het parlement. U ziet de vicepresident die daar probeert uit te leggen. Waarom hij vindt dat er wel prioriteiten worden gegeven aan water. Hij geeft voorbeelden aan van Atjoni. En tegelijkertijd zegt hij, en dan hoor je dan de heer Permisser, je hoort de heer Bouva schreeuwen. Wat ik wil laten zien hier is de wijze van communicatie. Je mag uiteraard oneens zijn met de vicepresident, wat hij daar beweert, of wat hij daar zegt, of het klopt of niet klopt. Maar de wijze waarop wij het toegaat. En ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben door de houding van de vicepresident die daar heeft gestaan en geen andere dingen heeft geschreeuwd. Daar was ik een beetje bang voor. Hij heeft zich in die zin goed gedragen om in te gaan. Maar het jammere is dat er wordt geschreeuwd en dan moet hij daar doorheen overheen schreeuwen. Ik vraag me af... en die vraag heb ik ook gesteld aan de heer Deo Charman, die daar zat als waarnemend voorzitter of ondervoorzitter. Om te kijken in hoeverre moet je niet gelijk ingrijpen als voorzitter. Hoe ver ga je met je tolerantie of acceptatie van hoe gaan we daar praten met elkaar? Dit is onbeschoft gedrag. Dit is asociaal gedrag. En als de VP iets beweert dat niet klopt, volgens mij zijn daar regels. Je mag op je knopje drukken en je vraagt een punt van orde. En de voorzitter zegt, is er een punt van orde? Ja, wordt het ondersteund? Iedereen steekt de hand op, ja, en het wordt ondersteund. En je krijgt de gelegenheid, als het goed is, om te praten. De vicepresident grijpt terug en die zegt van ja... Jullie waren 10 jaar, waar jullie zelf aan de macht. Wat hebben jullie toen gedaan ten aanzien van het waterprobleem? Dus wat krijg je? Er wordt dus niet ingegaan op wat er nu speelt en hoe gaan we er nu mee om? Wat wordt er nu gedaan? Nee, we gaan over en weer schreeuwen door elkaar heen, waardoor de kijker bijna niet de juiste informatie krijgt. En ik denk dat ik zou als voorzitter een zero-tolerance beleid hebben. Ik zou echt zeggen, leden... De laatste waarschuwing voor u, we gaan hier niet schreeuwen. Gaat u nog een keer hier doorheen schreeuwen, wordt u de zaal uitbegeleid door de politie. Ik snap niet waarom dat niet gebeurt. Je ziet dat, nogmaals,
De vicepresident daar staat iets te uit te leggen. En gaat in op vragen die er blijkbaar gesteld zijn. Dit is natuurlijk een fragment dat ik laat zien. Bij mij gaat het erom dat je dus twee leden hoort schreeuwen. Dat zijn de heer Permisser en de heer Bouva. Die stemmen heb ik herkend. Dan gaat vervolgens de vicepresident gaat daarop in. Het beste zou zijn om natuurlijk dat totaal te negeren. Want ik gewoon antwoord geven, want je praat rechtstreeks naar de voorzitter. En het geschreeuw van leden moet je gewoon negeren, omdat het gewoon totaal onbeschoft gedrag is. Onfatsoenlijk gedrag. En laat mij mij haasten om te zeggen of het nou vanuit de coalitie komt, of de heer Yogi, of de heer Gayadin, of mevrouw Etnel, of mevrouw, wie hebben we daar nog meer aan de andere kant zitten, schreeuwen. Keur ik net zo hard af. Laten we dat even goed stellen hier, voordat mensen hun eigen verhaal gaan vertellen. Het schreeuwen in het parlement is gewoon nergens voor nodig. Uw kracht ligt namelijk niet in het schreeuwen. Uw kracht ligt in uw argumentatie. En uw bewijzen, uw feiten. En de VP die zegt dan, al of niet terecht, van ja, die 10 jaar dat jij daar gezeten hebt, wat heb jij gedaan dan aan watervoorziening? Wat heb jij dan geregeld? Is het verstandig om op in te gaan op het geschreeuw van mensen? Zou ik absoluut niet hebben gedaan. In deze vind ik dat de voorzitter had moeten zeggen, leden, ik waarschuw u 1 keer. Dat is niet zoals we hier praten. En u wordt anders, roep ik de politie erbij en u wordt de zaal uitgezet. Ja, dag. Ik zou dat iedere keer doen totdat men in de gaten heeft dat dit niet de manier is. De manier is, u drukt op uw knop, u vraagt om het woord en als het goed is, krijgt u het woord. En als blijkt dat de voorzitter u niet het woord geeft, dan heeft u ook nog andere manieren en regels die er zijn om de voorzitter wel degelijk te dwingen. Maar we zien dit elke keer trouwens bij voorzitters, dat ze natuurlijk praten in het straatje van hun partij. Dus ja, krijg je of te weinig ruimte om te praten. Maar ik denk niet dat schreeuwen de manier is. Dat is niet zoals ik denk dat de zaken opgelost moeten worden. En ik moet zeggen, in deze dat de voorzitter, de heer Deo Charmansen, de ruimte heeft gegeven. Nathalie zegt, ik merk dat de VP niet via de waarnemer voorzitter praat. Hij praat rechtstreeks met de parlementariërs. En daar is dus zijn fout. Wat hij moet doen is gewoon het geschreeuw negeren. En dan kun je zeggen, voorzitter, ik hoor dat mensen hier praten, maar ik wil deze leden vragen om via de microfoon te praten. En ook kunnen zeggen, de vorige regering heeft 10 jaar lang de kans gekregen om een en ander uit te leggen of een en ander te doen. Hebben ze nagelaten doen. Meneer de voorzitter, ik zou willen vragen of u, ik wil u vertellen dat de regering wel degelijk prioriteit heeft. Meneer de voorzitter, negeer dat geschreeuw. Lijkt me ook trouwens moeilijk hoor, om het te negeren. Maar Judith zegt, ons DNA is door de jaren heen vervallen tot een waardeloze bende, een klucht. En ik denk dat wij, en dat moet een voorzitter doen, die moet een zero-tolerance beleid hebben. Dat je een keertje uit de bocht gaat en niet schreeuwt, Allah. Maar dit is wat de leden hebben gedaan en dat wat ook de coalitie deed, ook toen zij in de oppositie waren, ook soms nu doen ze dat. Dus dat is wat er gebeurt over en weer, is dat we schreeuwen naar elkaar toe, we laten de ander niet uitpraten. Er is geen enkel fatsoen dat zich daar op deze wijze tentoonstelt. Als u een punt heeft, nogmaals, kunt u uw punt maken. Wanneer u aan het woord bent, hoop ik dat ze u ook aan het woord laten, meneer Bouva, meneer Permisser, en dat ze niet door u heen gaan schreeuwen. Dat is vliegen afvangen, zegt Hilde. Je moet niet beschuldigen vragen, wat heeft u gedaan, maar wat gaan wij nu doen? Of wat hebben wij nu gedaan? Ik snap wel dat als jij 10 jaar lang hebt gezeten ergens en je hebt iets niet gedaan en je komt mij beoordelen, dat ik de neiging zou hebben om te zeggen, look who's talking. U hebt eigenlijk geen recht van spreken. U heeft uw tijd gehad en u heeft het nagelaten. Ja, dat ga je krijgen, vingerwijzen. Dus dat zou je moeten nalaten inderdaad. Dat zou je kunnen zeggen van, nou voorzitter, we merken dat de afgelopen periode vrij weinig is gedaan aan watervoorziening. Echter, wat we de afgelopen 2, 3 jaar hebben gedaan, is werken aan dit probleem.
wat ook hoort bij de taak van een overheid. Daar hoeven we geen applausje voor te krijgen. Dat is een van de taken. Te zorgen dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater. Dat is uw taak als regering en daar hoeven we geen schouderklopje voor te krijgen. Wat mij opvalt is dat ze helemaal losgaan als een van de twee andere vrouwelijke DNA-leden voorzitter zegt dingen. Oké, voorzitter is een bobo, zegt hij, en is partijdig. Hoezo is hij partijdig dan? Want als hij partijdig was, dan zou hij de andere helemaal geen ruimte hebben gegeven. De Charman is lid van de coalitie. Partijdig, want het waren de mensen van de oppositie die aan het schreeuwen zijn geweest net. Ik denk dat er te veel getolereerd wordt in het parlement. Ik heb dit stukje, en er zijn er zoveel stukken die ik kan laten zien, maar het geschreeuw is niet van nu, hè? Het geschreeuw is al van jaren. Meneer Yogi bijvoorbeeld, toen hij in de oppositie was, kon er ook wat van. Meneer Bouva kan er heel veel van. Meneer Parmisser kan er heel veel van. Mevrouw Ednel, weet je, er zijn mensen die in de loop der jaren op deze manier hun ongenoegen uiten door dwars er doorheen te schreeuwen. En ik denk niet dat daar je kracht is. Je kracht is wanneer je aan de beurt bent om te praten op basis van argumentatie, op basis van feiten die je gewoon kan neerleggen en zeggen, kijkt u, dit en dit en dit is er niet gebeurd, dit en dit en dit heeft u toegezegd en we zien dat dit en dit, en dit is nagelaten. Maar het schreeuwen, en ik moet zeggen, de voorzitter, wat mij betreft, had eerder moeten ingrijpen, had gewoon de zaak moeten aanpakken. En ik heb hem ook die vraag gesteld, waarom doet u dat niet? Waarom zo lang laten doorgaan? Er moet een zero tolerance beleid komen. Waarom? Omdat dit een voorbeeld zou moeten zijn naar die samenleving toe, hoe we met elkaar in discussie kunnen gaan, hoe we met elkaar, ondanks dat we van mening verschillen, toch op een beschaafde wijze met elkaar in gesprek gaan. Het is heerlijk om te luisteren wanneer mensen op niveau discussiëren. Wanneer mensen vanuit wapenfeiten, vanuit bewijs, vanuit feiten, gewoon praten en zeggen A, B, C, D. Niet vanuit emoties gaan schreeuwen, want dan kan iedereen, dan kunt u mij ook plaatsen, daar ga ik ook schreeuwen. Dit is een voorbeeld dat wij dit voorbeeld heb genomen. Er zijn zat voorbeelden van tig jaren waarin er geschreeuwd werd, waarin geschreeuwd wordt. Sharma zegt, goedemorgen, geciviliseerde en goed opgeleide mensen gaan niet zo met elkaar om. Daarom is het van belang de juiste mensen in DNA te krijgen. Dat is de kracht. Als jong meisje ging ik vaker naar statenvergaderingen, toen heette het zo. En dan had je dus daar bijvoorbeeld de heer Rufus nooit meer. Je had de heer Otmar Rogers. Je had de heer, wie had je toen nog meer? Fedor Botse. Je had, hoe heet hij nou, Moongra. En er werd op dusdanige wijze gecommuniceerd, van een dusdanig niveau, dat het gewoon een genot was om te luisteren. Kwijlend bij wijze van spreken kon je luisteren naar wanneer zulke mensen aan het praten waren. De heer Latschman bijvoorbeeld als DNA-voorzitter kon ook heel goed zijn woorden formuleren. Het was een genot om naar te luisteren. We moeten beschaving terugbrengen. Beschaving moet alvast beginnen in het hoogste college van staat. Dit vind ik geen beschaving. En ik heb u gezegd, vanaf volgende week ga ik mensen uitnodigen. En dan ga ik de heer Yogi uitnodigen. Ik ga de heer Bouva uitnodigen. En dan ga ik eens vragen, wat is uw mening? Als u kijkt en zou zitten en kijken naar een parlement waar uw leden zitten schreeuwen naar elkaar, van alles lopen doen en met uw handen zwaaien. Wat vindt u daarvan? Is dat de manier zoals wij met elkaar moeten omgaan? En natuurlijk gaan ze het goed praten. Tenminste, laat mij niet vooruit lopen op de zaak. Maar ik denk dat ze er altijd zullen zien in de rechtvaardiging. Goedemorgen, zegt Raj. Als de parlementariërs een keertje stoppen met partijpolitiek en volksbelang dienen, zou het land veel verder zijn. Inderdaad, en dat kunnen we van de afgelopen 40 jaar zeggen. Partijen zijn altijd gegaan voor partijpolitiek en niet voor landsbelang. Want daarom hebben we elke keer weer een gedoe. Daarom plaatsen we weer iedere keer nieuwe mensen op departementen en op ministeries. Omdat er partijbelangen spelen.
We beginnen in het hoogste college van staat om daar een hoge standaard te leggen. Moment dat u schreeuwt, wordt u uit de zaal weggehaald. Klaar. Gewoon klaar. Schreeuwen eruit. Eruit. En u komt pas morgen bij een nieuwe andere vergadering weer naar binnen. Volgens mij heb je als voorzitter die ruimte. En anders moet je niet maar die regelgeving gaan veranderen. Want we willen zero tolerance. We willen gaan voor het hoogste college van staat. Die op basis van beschaving. Die op basis van fatsoen. Op basis van argumentatie. Their point across kunnen brengen. En niet door te schreeuwen. Niet door op te staan. En door allerlei dingen. Dat is niet wat wij willen zien in het hoogste college van staat. Want dan gaan we dat zien op scholen. Kunnen we dan boos worden op leerlingen die dwars door de klas heen schreeuwen naar de juf? Want dat is het wat we toch laten zien. Want het wordt altijd uitgezonden. Het is live. U moet zich ervan bewust zijn dat u live op de televisie bent. Men ziet u, men hoort u. En u kunt waarschijnlijk denken dat u stoer bent of dat u geweldig bent of whatever u denkt. Om te schreeuwen. Maar wat mij betreft, ja, daar heb ik alleen maar minder respect. En Judith zegt, mooi programma, mooi decor, om erop te wijzen hoe het niet moet. Goede bijdrage aan helpen terugbrengen van normen en waarden. Dankjewel Judith. En straks gaat mijn technicus hier gaat af en toe wat beeld laten zien, bewegend beeld laten zien. Vinden we ook af en toe iets mooi. Maar voor de rust houden we eventjes op hetzelfde beeld, zodat we niet afgeleid worden. En misschien moet ik een stukje naar voren worden gebracht. Maar dan zie je dan. Dus het is nog steeds zoeken. Ego zonder fatsoen, zegt Cora. Nou, en daar ben ik eens. Goedemorgen Herman, goedemorgen allemaal. Wat we dus zien, het stukje dat ik heb laten zien, is maar een simpel voorbeeld. Hè? Het is niet eens het ergste wat ik heb laten zien. Weet u hoe vaak er nog ergere dingen worden geschreeuwd. En er wordt gevraagd door de voorzitter, leden alstublieft, niet doen, niet zo schreeuwen. En men gaat gewoon door. Men eigenlijk laat totaal zien dat ik heb geen respect voor de voorzitter. Wie ben jij, joh, die daar zit? We hoeven geen respect te hebben voor gezag. Dat is wat wij tentoonstellen. Dat is wat u laat zien als parlementariër bij het hoogste college van staat. Dat is wat u laat zien aan jongeren. Dat wanneer ze in de klas zitten en de juf of de meester zegt wat, dat het oké is om doorheen te schreeuwen en te gaan staan. En als de juffrouw of de meester zegt, nee, even rustig, dat je niet hoeft te luisteren. Je mag maar doorschreeuwen. Dat is wat we laten zien. U als parlementariër laat dit zien als voorbeeld. En we zien hoe het dus niet moet. De kracht ligt niet in het schreeuwen. De kracht ligt in uw argumentatie. In het overbrengen van wat u wil zeggen op een beschaafde manier. Op basis van feiten. Van goed onderbouwde argumentatie. Niet vanuit een gevoel, ja maar ik denk en ik voel. Nee, op basis van feiten. Meneer de vicepresident, u heeft gezegd, de regering zegt dat u prioriteit heeft aan water. Echter zien wij dat 2 jaar na dato, Acioni of Botapassi of whatever, Pont Buiten, noem maar op, geen water heeft. Wij zijn gisteren geweest en we hebben gezien dat er geen water is. We doen de kraan open en we hebben daar gestaan met de mensen. En voorzitter, we zien dat er geen water is. Mijn vraag aan de vicepresident, aan de regering is, hoe gaat u dit oplossen en waarom is het nog niet gedaan? Dan kan ik u toch serieuzer nemen als dat u staat te schreeuwen. En inderdaad, dat zou mijn vraag ook zijn. Meneer de voorzitter, ik merk dat er wat leden zijn hier aan de overkant die roepen. Ik kan niet zo goed horen wat ze zeggen, maar ik zou wel van deze leden willen horen toen zij in de coalitie hebben gezeten en deel hebben uitgemaakt van een 10-jaar regering, wat zij hebben kunnen doen aan de problematiek. En misschien dat wij dan verder kunnen gaan als zij hebben aangegeven wat er tot nu toe, wat ze toen hebben gedaan, en kunnen wij het misschien verder pakken. Ik zou het misschien ook hebben teruggefloten van, hé, je kan hier wel lopen schreeuwen, maar wat heb jij gedaan? Weet je, in de hoek, hou je mond en vooral niet schreeuwen. Ik moet zeggen dat de VP zich kranig heeft gedragen in deze. Ik had verwacht dat hij heel boos zou worden. Hij werd ook een beetje boos en hij ging ook rechtstreeks naar hun reageren. Dus dat is iets dat hij nog moet leren. Negeren die hap. U wil schreeuwen. We gaan niet luisteren naar schreeuwers.
heeft geen enkel nut. Waarom schreeuwt u? Komt u met een vraag? Wil ik naar luisteren. Hoeveel werk heeft meneer Oosterling niet verzet? Er is gewoon bezijdens de waarheid. Inderdaad konden ze meer gedaan hebben. Maar hoe groot was die boycott en tegenwerking van de huidige coalitie toen niet? Nou, als dit zo is, dat er werd geboycott. We merken dat er ook nu wordt geboycott. Weet u waarom, meneer of mevrouw Pame Aquarius? Is dat wij, omdat wij in Suriname toen en ook nu nog steeds doen aan partijpolitiek. Wij doen niet aan Suriname politiek. Wij doen aan partijpolitiek. En omdat mijn partij er was, en dan gaan wij, gaat mijn partij doen. En als mijn partij niet aan de macht is, gaan we boycotten. Toen en ook nu. Dat is ons patroon. En pas wanneer we dat gaan erkennen, dat dat ons patroon is, kunnen we zaken veranderen. En we moeten gaan erkennen dat we het allemaal hebben gedaan. En dat wij als samenleving het ook hebben geaccepteerd. Dan komt er een wisseling van de wacht en dan gaat die weg, want je bent van de vorige regering. Dus je gaat aan de kant, je gaat thuis worden gezet en dan gaan we onze eigen mensen plaatsen. En de eigen mensen die geplaatst worden, zijn niet eens, vaak, niet eens competent. We hebben beleidsmakers gehad die geplaatst zijn toen en ook nu, die totaal niet competent zijn. Beleidsadviseurs, die totaal geen kaas hebben gegeten van het woordje beleid, laat staan om te adviseren. Dat is wat we hebben gedaan. De boycott gaat nu ook door, daarom zie ik de Surinaamse politiek is onvolwassen. Men borduurt niet door waar de vorige regering is gebleven, maar is meer afbrekend. En dat is wat we doen, toen en ook nu, al 47 jaar. En maar is meer afbrekend en dient partijpolitiek dan landsbelang. Vroeger was de politiek meer verdraagzamer dan wat wij de laatste jaren voorgeschoteld kregen, zegt Power Lady. Met de komst van sommige partijen is het niet beter op geworden, maar juist slechter. Ook mevrouw Simons heeft als parlementslid niet het goede voorbeeld gegeven toen de tijd. Ga de beelden maar na. Ook waar. En we praten dus over feiten. We praten niet over onderbuikgevoel. En ik ga, wat ik dus niet ga doen, is ik praat niets recht wat krom is. Of je nou van de NDP bent, de VHP, NPS, PLA, BOP, BEP. Wat krom is, is krom. En wat we moeten leren is dat we eerlijk moeten kijken naar die hele situatie en dat wat fout is, corrigeren. Ik ben eens dat meneer Oosterling een goede job heeft gedaan, absoluut. Hij heeft keihard gewerkt, maar er zijn ook zaken blijven liggen. Maar dat dus zal je altijd hebben. Wat we dus niet moeten doen, we gaan, vind ik dan, hè, is dat, oh ja, meneer Derby was het ook. Ietsje pietje dichterbij, zegt Sharda. Nu is het goed. Ja, oké. Okay. Af en toe inzoomen is ook leuk. Ook in het Hoogste College van Staat geldt het gezegde: you can take the man out of the gutter, but you cannot take the gutter out of the man of woman. Dat is waar. Klopt helemaal, zegt Pame. Jammer voor het land. Ik mis een Derby, een Ronald Ritter van Ritter, een Latschmon enzovoort. Kijk, en dit is een meneer of mevrouw Aquarius. Daar kan ik mee praten. Dus die aangeeft, ja, bij de vorige hebben we wel iets goeds gedaan. Maar die tegelijkertijd ook aangeeft, hé, maar dat klopt ook. Met zulke mensen kunnen we praten. Dus niet omdat u, zeg maar, partij bent van de, lid bent van de VHP of van de NDP of van NPS, praat u alles goed van uw partij. Maar wanneer we juist kunnen zeggen van, oké, nou, mijn partij heeft dit en dit gedaan, maar ze hebben ook welke dingen laten liggen. Weet je, dit hadden ze beter kunnen oppakken, hebben ze niet gedaan. Met zulke mensen moeten we praten, want dat betekent dat u in staat bent te stijgen boven uw partij en te gaan en kijk naar het algemeen belang. Die mensen hebben wij nodig, naar die mensen. En u noemt de meneer, inderdaad, Derby, meneer Latschman was ook een hele goede prater hoor, Jagernat Latschman. Echt een goede spreker was dat. Otmar Rogers, goede spreker. Fred Derby, goede spreker. We moeten gaan voor mensen die op basis van feiten praten. Niet alleen maar uit een onderbuikgevoel, maar op basis van feiten. Als ik u zeg dat dit wat ik heb laten zien, hè, van wat gisteren is gebeurd, niet correct is, kan ik u ook nog zien van 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, 12 jaar geleden. Kan ik u ook nog beelden laten zien waar we een tendens zien van dit naar dat. Ik heb u verteld, ik heb vroeger als leerling verpleegkundige gewerkt in het Diakonessenziekenhuis. Ik was 17 jaar, woonde intern, een prachtig ziekenhuis. Daar hadden we de in-service, waarvan ik nog steeds pleit, breng dat terug, die in-service, breng het terug. Leren,
en werken bij, in het ziekenhuis. Niet van, via COVID, maar gewoon in het ziekenhuis. Neemt u de mensen aan, leidt u ze op, geeft u ze les, zoals het vroeger was. De in-service en minister Ramadine had gezegd dat ze daarover bezig waren om het terug te doen. Maar even terug naar mijn punt. Ik ga naar Nederland toen. Ik ga werken in het Zeister ziekenhuis als leerling verpleegkundige A. En jaren later ga ik terug naar het Zeister ziekenhuis om eens te kijken hoe het er nu is aan de professor Lorenzlaan in Zeist. En ik denk, wauw, geweldig man, dit hadden we vroeger niet. Ja, toppie man, ik zie dit. Ik zie dus ontwikkeling. Ik zie daar waar we gebleven waren, de jaren later ga ik terug en ik zie een upgrade, ik zie verbetering. Ik kom terug naar Suriname en ik ga ook mijn het ziekenhuis waar ik als eerste begonnen ben, dat altijd een speciaal plekje hebben, het Diakonesse ziekenhuis aan de Senjastraat. Ik ga er naartoe om eens te kijken en ik eigenlijk, het is om te huilen. Ik kan niet zeggen dat we er beter op zijn van geworden. Absolutely not. Dus in plaats dat er een ontwikkeling is gekomen hè, naar boven toe, een verbetering, zijn we alleen maar gaan afbreken. We hebben natuurlijk, en dat moeten we ook, mensen krijgen dan diarree, wanneer ik het noem. Maar we moeten niet vergeten, die militaire staatsgreep, die coup, die ordinaire coup, heeft heel veel stuk gemaakt. Er was geen enkele ideologie achter. Er waren gewoon een stelletje militairen die dachten van, hebben zich laten beetnemen door die Hollandse man. Ze praten over landverraders, waren dat die mensen. En er is zoveel stuk gegaan. Toen hebben we 82 gekregen, zoveel stuk gegaan. Toen hebben we moeten kruipen uit het dal. In 96, allemaal weer, hup, hup. En waar staan we nu? We staan elkaar te bevechten, omdat we nog steeds denken in partijpolitiek. Wel, ik zal u vertellen, partijpolitiek heeft Suriname nergens gebracht. De feiten liggen daar. Dus we moeten terug naar de basis, terug naar landsbelang. We hadden vroeger een winkel, ons belang, aan de gemeentelandsweg. Even kijken. Ook in het hoogste verlies je kan. Ja, goedemorgen. Het klopt helemaal. Ik zag laatst een mooie quote. I'm not a politician. I only suffer the consequences. succes. Amerikanen zeggen, you have practiced what you preach. En respect is wederzijds. Men gaat vaak op persoonlijk vlak. Begin jij het voorbeeld te geven, want jij, Marleen, ik weet niet wat erop slaat, op jij, wie is jij, misschien kun je dat eventjes verduidelijken, want als iemand het goede voorbeeld geeft, mocht, als het op mij zou slaan, dat doe ik zeker, maar leg het even uit, dan kan ik weten op wie jij slaat. Het is waar, zegt Linda, afbreken over de jaren heen, dat is wat er gebeurd is. U bedoelt leerlingstelsel, één dag in de week naar school en de andere dagen werken. Ja, wij noemen het hier in service, dat was zo. Dus één dag in de week. Wij gingen dus 3 weken op de afdeling werken, 1 week naar school. Dat is wat we toen deden hier in het... En ook trouwens in Zeist was dat het geval. 1 week school, 3 weken werken op de afdeling. Dus ik weet niet... En ik denk nogmaals, hoogste college van staat, want dat wat ik heb laten zien, zouden we echt anders moeten doen. We zouden ervoor moeten gaan om eisen te stellen. En het begint bij de voorzitter van het parlement. En ik ga de heer B. hierover uitnodigen om even te komen uitleggen waarom er zoveel wordt getolereerd van beide partijen overigens, zowel coalitie als de oppositie, waarom het getolereerd wordt dat men schreeuwt naar elkaar toe. Hoe ver ga je met tolereren? Hoe ver ga je met het accepteren? Want men gaat maar verder. Hè? Dus, en zou je misschien een boete moeten gaan geven? Bij elke keer dat u schreeuwt gaat u betalen. Of bij elke keer dat u schreeuwt wordt u eruit gezet. We moeten gaan voor zero tolerance van asociaal gedrag. Ik heb het filmpje niet van... Ik heb het filmpje wel, maar ik heb het niet gestuurd naar... van die agent die op straat tekeer gaat tegen een mevrouw. Omdat wij denken dat het normaal is. Dat we, en als leerlingen zometeen op school dit doen, dit gedrag vertonen naar leerkrachten, naar docenten, dan zijn we allemaal verontwaardigd. Maar het hoogste college van staat laat zien dat zij lak hebben aan regels en fatsoensnormen.
We gaan gewoon schreeuwen. De vicepresident praat, of de president praat, of de minister praat, of een DNA-lid praat. We gaan gewoon er doorheen schreeuwen. En ja, dat ga ik zeker doen. Dat heb ik net al gezegd, Quintus. Ik ga de heer B. of de heer Deo Sharman uitnodigen. Vanaf volgende week wil ik mensen gaan uitnodigen. Want ik ben deze week begonnen. Dus we moesten even zoeken van hoe werkt het. De kinderziektes even liever alleen dat ik zeg maar voor paal sta of fouten maak. Of helemaal finaal de mist inga als dat wanneer je gasten hebt. Dus vandaar dat we het even nu op deze wijze doen. Ik sta ook graag mensen met het presenteren. Zo ben ik ook begonnen bij Radio Stavaste. Staan, iemand zei ja het lijkt of je aan het lesgeven bent. Nee, maar ik vind het prettiger om te staan. Wat mij betreft is het een actiemodel. Is het gaan, is het die. En man ten takkie trouwens staan ze ook. En als ik een gast heb, gaat die ook moeten staan. Tenzij die persoon wat ouder is en niet kan staan, dan gaan we zitten. En af en toe zal ik misschien ook wel zitten. Even kijken. Mevrouw Marleen zegt, ga kijken of je haar persoonlijke live-uitzendingen toen ze nog in Europa woonden vanaf 2015 volgen. Voor mij is het Tumo for Tongo. Het is Tumo for Gong, zegt men, hè, volgens mij. Dank u wel, mevrouw Marleen. Mensen, gaat u maar kijken naar 2015. Volgens deze mevrouw, mijn live-uitzendingen. Mijn live-uitzendingen zijn begonnen in 2019, denk ik, met mijn programma. Maar ik kan het mis hebben. Ik ben ook al 63, dus waarschijnlijk mis ik data. Maar goed, het gaat erom dat we het hoogste college van staat hoort voorbeeld te geven. Die worden betaald, die zitten in het parlement. Dat zijn volksvertegenwoordigers, gekozen volksvertegenwoordigers, die daar staan om het belang van Suriname te dienen. Dus wij verwachten ook een bepaald gedrag. Mogen we dat verwachten? Jawel. Want daarom is niet iedere Boubetjori of staat Gloria Botse niet in het parlement. Maar er staan mensen in het parlement die gekozen zijn op basis van wat ze gedaan hebben, gezegd hebben, beloofd hebben. En hun intentieverklaringen. En als we kijken naar het hoogste college van staat, mogen wij een gedrag verwachten van beschaving, van respectvol praten. En van luisteren naar elkaar, dat is erg belangrijk. En modder gooien naar elkaar, dat kan iedereen. De kracht is denk ik om te zien van, wat doe je dan zelf? Wat heb je gedaan? Heb je iets laten zien in de afgelopen periode van consistentie? Van hulp bieden? Van bijdrage leveren aan de ontwikkeling, aan het verbeteren van situaties? Hebben we dat gedaan in een heel klein hoekje, een groter verband? Whatever u gedaan heeft. Wat wij verwachten, althans wat ik, laat maar voor mezelf spreken, wat ik verwacht van het hoogste college van staat, is dat men op basis van fatsoen, respect, reageert. Met punten aankomt dragen. En die zegt van, nou, meneer de voorzitter, we hebben de regering gehoord. Die zegt dat zij water de prioriteit geven. Maar als we kijken naar Pontbuiten, als we kijken naar Flora, als we kijken naar Atjoni, als we kijken naar Klaaskreek, whatever, zien wij dat het geen prioriteit heeft, want nog steeds is daar geen water. Nou, heb je je punt across gebracht met feiten. En wanneer de vicepresident praat en mensen schreeuwen, moet hij er niet op ingaan. Hij blijft naar de voorzitter praten. Hij zegt, meneer de voorzitter, we hebben wel prioriteit gegeven. Want de Klaaskreek, want de Pontbuiten, want de blablabab, zijn we dan en dan begonnen en dit hebben we gedaan. Daar leren wij van als samenleving. Daar kijken we naar, daar luisteren we naar. En we gaan vooral kijken naar wat u zegt, maar ook wat u doet. En kritiek leveren is natuurlijk één, heel makkelijk, maar wat doet u zelf? En hoogste college van staat verwachten wij, ik zeer zeker, een bepaald gedrag, een bepaalde mate van fatsoen en beschaving. Dat hoort u tentoon te stellen. En wat u nu laat zien, even kijken wat hier staat. Er dient een disciplinaire selectie te geschieden om volksvertegenwoordigers aan te stellen. De VP zit nu eenmaal al zo in elkaar. Ja, dat zou mooi zijn inderdaad. Disciplinaire
maatregelen nemen, zoals ik al zei, van u moet bijvoorbeeld een boete betalen. Of u wordt de zaal uitgezet na één keer waarschuwen. We hebben een zero-tolerance beleid hier. We gaan niet accepteren dat u schreeuwt. En of je nou van de NDP bent, of van de VHP, of van de NPS, of van PL, of van de ABOP, het maakt helemaal niks uit. Het maakt niks uit tot welke partij u behoort. Helaas, 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 wat we zien is dat over het algemeen men niet in staat is over partij sentiment heen te gaan, over te stijgen. Men blijft zitten op dit niveau. En u mag vooral op dat niveau blijven zitten, maar ik ga daar niet mee zitten met u. Want ik ben dan al verder gelopen. En als u daar weer blijft zitten op het niveau van, ja, is mijn partij en is mijn leider. Want je noemt de naam van Boutersen, je noemt de naam van Santokki, je noemt de naam van, wie hebben we nog meer? Brunswijk, je noemt de naam van Rusland, je noemt de naam van Asabini, wie hebben we nog meer? Sommel. Dus dan ga ik niet naar je luisteren, want je praat over mijn leider. En als uw leider fouten maakt, oh, 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 oh. Ik heb 5 zonen waarvan ik allemaal hou. Maar vraagt u ze maar, als ze fouten maken, ik ga niks goed praten. Maak ik fouten, praat ik ook niks goed van mezelf. Corrigeer ik daar waar ik moet corrigeren. Zeg ik sorry daar waar ik sorry moet zeggen. Maar goed zaken goed praten die gewoon aantoonbaar fout zijn. Ja, dat is belachelijk. Omdat het uw leider is, omdat het uw partij is. En dat is wat we doen. Dat is ons patroon in Suriname. En pas wanneer we dat gaan erkennen, pas wanneer we toegeven, ai, omdat nou mijn partij dus minoa arkimoren, want je takt negatief voor mijn partij. Ben je niet eens in staat om te kijken naar wat goed is. Even kijken. Het zou goed zijn, zegt meneer Risti, Quintus, om een onafhankelijk integriteitsdeskundige uit te nodigen om te vertellen wat integriteit is en welk gedrag vertoont. Nou, misschien heb je een naam van me, Quintus, let me know. En welk gedrag vertoond moet worden. Wat willen wij met z'n allen zien? Wat verstaan we onder fatsoen inderdaad? Even kijken. Er is dus Quintus een inderdaad, misschien moet ik een deskundige uitnodigen. En eigenlijk zijn fatsoensnormen bijna overal hetzelfde. Als we kijken naar opvoeding. Ik heb 5 zonen. Toen ze klein waren, als ze iets wilden, mogen ze het vragen. Als ze op de grond gaan, hebben ze nog trouwens nooit gedaan hoor. Maar op de grond zouden gaan en schoppen met hun benen in de lucht. Nou, dan krijg je dus niks. Dat werkt niet. Nou, gaan we niet doen. Dus je hebt gauw in de gaten, dit werkt niet op een andere manier. En wat we dus naartoe moeten gaan is dus inderdaad dusdanige disciplinaire maatregelen moeten er genomen worden, vind ik persoonlijk. Je zou gewoon een code of conduct met elkaar moeten afspreken. Wat is hier normaal? Ik bedoel, ik ben hier gekomen bij Rasonic en men heeft mij niet hoeven te vertellen, Gloria, je mag hier geen ongepaste termen gebruiken. Dat hebben ze me niet verteld, want ja... Dat is bijna logisch. Maar je zou kunnen stellen, en in dit geval een code of conduct kunnen samenstellen. Mevrouw Botsen, u gaat geen scheldwoorden gebruiken. U gaat geen leugens hier verkondigen. Sommige dingen zijn... Eigenlijk zijn die ongeschreven regels. Hè? Dat is als je dus niet gaat met de man van je zus, bijvoorbeeld. Hè? Staat nergens in de wet, maar is een ongeschreven code. Nou... Maar misschien moeten we alles gaan coderen. Moeten we een code of conduct gaan maken. Wat verwachten wij van parlementariërs? Wat willen wij van parlementariërs zien? En wat willen we horen? En met elkaar gaan afspreken. En een integriteitsdeskundige, ik weet niet of we die hebben in Suriname, zou kunnen, om die uit te nodigen en te gaan praten. Wat is dan integriteit? Wat verstaan we daaronder? En hoe moeten we dat gaan invullen? Moet het parlement een code of conduct hebben? Hebben ze die überhaupt? En wordt die ook nageleefd? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Je kunt op straat staan en als u ziet dat ik hier me uit een bepaalde manier... En ziet u die consistentie ook in mijn opvoeding bijvoorbeeld terug? Of in mijn gedrag in het verkeer? Of in mijn gedrag hier? Of in Nederland? Of in Amerika? Ziet u een consistent gedrag? Of ziet u, want als maar is het op straat, hij barlijk like een viswijf? Of hij doet die, of hij doet die, hij kossie? Of ziet u een consistent gedrag?
Dat is belangrijk. Als ik zeg dat ik overigens, wat ik ook altijd zeg, ik ben een actieve christen. Ik geloof in Jezus Christus. Ziet u dat ook in mijn gedrag? Merkt u dat ook, hoe ik omga met mensen? Of is het alleen maar bla, 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 bla? Want dat is belangrijk. Hè? Kijkt u. U moet kijken. Kijken en dan ziet u vanzelf. Maar zoals de Bijbel soms zegt, men is ziende blind en horende doof. Als u niet wil horen wat het uw partij is, ja, dan gaat u ook helemaal niks fouts horen. Sommige moeders bijvoorbeeld praten alles goed van hun kinderen. Ik kan niet. U kunt mijn jongens vragen. Ik kan niet. If you fire, you fire. Nou, laat staan bij als mijn partij zou zijn. If you fire, you fire. Even oudgedienden zoals Breeveld, Weidebos, zegt Quintus. Linda zegt, men moet leren om constructieve kritiek te accepteren en eruit te leren. Parlementariërs reageren te emotioneel en missen wat ze eruit kunnen leren. En dat is denk ik belangrijk, inderdaad. Parlementariërs reageren vanuit emoties. En natuurlijk begrijp ik dat je ook mens bent, dat je af en toe ook boos gaat worden. Dat je zegt, ja, nonsensetaki, dat snap ik. Hè? Maar het is juist in die kracht van rust, in die kracht van weerleggen met pure argumentatie, met feiten. Niet zomaar wat roepen, want dat kan iedereen. Kom op basis van feiten, dan kunnen we zeggen, ja, meneer de voorzitter, ik heb geluisterd naar de vicepresident die dit en dit aangeeft, maar op basis van daar en daar en daar en daar en daar, kan ik zeggen dat ik niet eens ben met wat de vicepresident hier beweert. De feiten liggen daar. Vicepresident, kunt u ons uitleggen, via de voorzitter, kunt u ons uitleggen hoe het komt dat Atchoni, weet ik veel wie, geen water heeft. Something like that. Dan heeft u feiten, heeft u across gebracht. En u heeft een vraag gesteld, waardoor hij kan antwoorden. En als blijkt dat hij een leugen vertelt, kunt u dat ook zeggen. Nee, dat klopt niet, vicevoorzitter of vicepresident, via de voorzitter. Klopt niet wat u zegt, want ik was daar gisteren en ik heb foto's. Kom je met concrete zaken. Net zoals in 2014 die wet is aangenomen van de wet opvanginstellingen, prachtige wet overigens, goede wet, tijdens de regering Amarali, Boutense Amarali. Goed aangegeven wat er waar zo aan moet voldoen. Maar er is nooit verder een body aangegeven. Er is geen raad van toezicht benoemd, nog steeds niet. Vanaf 2014, we zijn nu in 2023, moet ik dat niet zeggen dan? Oh, want dan krijgen mensen van de NDP, worden ze dan boos omdat ik het zeg? Het is toch de waarheid? Het zijn toch feiten? En als ik nu zeg, ook in 2023, vanaf 2020 tot 2023, ook u als huidige regering heeft niets gedaan om daar een raad van toezicht te benoemen. Mogen de mensen dan van de VHP of van de, weet ik wie was het, ABOP zeggen, oh ja, maar je praat alleen maar negatief. So be it, het zijn feiten die ik noem. En weer lekker dan met uw feiten, dan kan ik zeggen, oh, dat wist ik niet. Dan heb ik me vergist, dan moet ik mezelf corrigeren, dan moet ik excuses aanbieden, want het klopt niet. Simpel. Weet u, als u fout hebt gemaakt en het toegeeft, u raakt niets kwijt. Niet uw neus, niet uw oor, zip, zero, nada. Ik heb het u gezegd, ik heb het een keer in een vergadering gezegd tegen ex-president Venetiaan. Toen was hij parlementariër geworden. Ik zeg, u moet toegeven dat u gefaald heeft op een bepaald gebied. Ik heb het hem gewoon gezegd in bijzijn van meerdere mensen. Heb ik hem gezegd. Ik zeg, u raakt niets kwijt als u toegeeft dat u gefaald heeft op een x-gebied. Als ik gefaald heb in een bepaald gebied, zeg ik het. Wat raak ik kwijt? Zip, zero, nada. Helemaal niks. Dat betekent voortschrijdend inzicht. Dat betekent dat je beseft dat je fout hebt gemaakt en ben gaan corrigeren. Weet je? En dat is wat we in Suriname missen. Zie, even wat lezen. Even kijken. Het zou goed zijn. Oh ja, dat heb ik al gelezen. Goedemorgen. Even kijken. Ik ga niet iets oplezen omdat ik geld ga krijgen, natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk slaat helemaal nergens op. Ik heb het gemist, dus ik ga. En als ik het nu ga lezen, dan lijkt het alsof ik dat lees vanwege centen. Dus dat ga ik niet doen. En ik moet even naar de tijd kijken, hoe laat is het nu? Ja, het is bijna tijd omdat ik zo meteen ga naar CLO. Om eventjes daar live te gaan kijken wat er gebeurt. Wat de vakbonden met elkaar gaan afspreken. Op welke wijze wij
zij om zullen gaan met de huidige situatie. Want u weet, de huidige situatie is bar en boos. En dat komt vanwege allerlei verkeerde beslissingen die ooit is genomen zijn en nog genomen worden. Maar ook dat mag je niet zeggen, want de mensen worden helemaal nerveus. Oh nee, nee, je mag niet terugkijken, achteruit kijken. Wel, if you fadong, you must look up tot you futu. Als ik elke keer hetzelfde doe en met hetzelfde resultaat, dan ga ik terug moeten kijken. Hé, waarom doe ik dat? Hoe gebeurt dat? Het stukje dat ik heb laten zien van het parlement is maar een klein ding. Het is niet eens een van de ergste die er zijn. We hebben nog ergere gehad. Waar meneer Brunswijk, meneer Sommel, daar lusten de honden geen brood van, om bij wijze van spreken. Het parlement moet terug naar een parlement, hoogste college van staat, waarin we op basis van fatsoen en respectvol wijze van spreken naar elkaar gaan luisteren en komen op basis van constructieve bijdrage tot een gelijk of tot het corrigeren. De hoogste staat van college is daar niet om een regering te verdedigen. Dat zien we wat altijd wordt gedaan. Altijd verdedigt de coalitie het beleid van de regering en altijd is de oppositie tegen het beleid. Zo moet het niet zijn. U bent daar als volksvertegenwoordiger en u hoort daar het beleid van de regering te controleren en eventueel bij te stellen en gerichte vragen te stellen. En of u nou lid bent van de oppositie of lid van de coalitie, zou in feite niets moeten uitmaken. Uw taak als volksvertegenwoordiger is daar om kritisch te kijken naar wat de regering doet. En we zien het altijd is gebeurd dat oppositie, die nu oppositie zijn, toen ze in de coalitie zaten, alles hebben goed gesproken. Bijna alles, zal ik het even correctie even goed zeggen. We zien nu aan de huidige coalitie dat ze ook bijna alles goed praten van de regering. En dat moet het niet zijn. We moeten kritisch blijven. We zien het, de heer Ramkusul heet die, dacht ik, die is kritisch. De heer Sharman is ook kritisch naar zijn eigen partij. Hij is lid van de VHP. Nou, je moet kritisch zijn. Of je nou lid bent of geen lid bent van die partij. U moet kritisch zijn. Dat is uw taak als volksvertegenwoordiger. En een van de dingen is, laten we terugbrengen de beschaving in het hoogste college van staat, zodat ook jongeren zien dat we op een normale manier met elkaar het oneens kunnen zijn. Let us agree to disagree in a civilized way. Gewoon, ik ben het oneens met u, maar op basis van feiten, op basis van beschaving en fatsoen kunnen we het oneens zijn met elkaar. En om emotioneel te reageren en te schreeuwen dwars door wanneer iemand heen praat, de voorzitter van het parlement ook te negeren, ook al wordt u gecorrigeerd, dat is geen beschaving. Dat is niet wat we willen laten zien aan die samenleving. En zeker niet aan onze jonge mensen die we willen leren om op een constructieve wijze met elkaar in gesprek te gaan, zonder dat je elkaar uitscheldt en doorheen schreeuwt. Dat was mijn bijdrage voor vandaag vanuit de studio. Ik ga nu richting CLO om even te kijken hoe de stand van zaken is daar. Ik ga dan ook live. Ik weet niet of wij live erbij mogen zijn, of het een ALV is, een algemene ledenvergadering. Dat weet ik niet, maar ik ga er wel bij om te kijken hoe de zaken daarvoor staan, wat mensen zeggen en wat de plannen zijn en wanneer die protestacties zullen zijn. En misschien ben ik ook nog later bij de persconferentie van het ministerie van Financiën om te horen met hoe het zit met IMF. En ik denk dat veel beter gecommuniceerd moet worden met die samenleving. Nou, niet ik denk. Ik vind dat er veel beter gecommuniceerd moet worden met die samenleving. Veel meer informatie moet komen. Veel meer transparantie moet komen. Want anders besnappen wij het beleid van u niet. En dan gaan we kritisch kijken naar u. En ook al zou u het uitleggen, blijven we kritisch kijken. Zeggen, ja, maar dit was niet afgesproken. Dit zouden we anders doen. En zo zijn er nog veel dingen die anders zouden moeten. Maar laten we gewoon beginnen bij het hoogste college van staat. Maar u gaat leren op een beschaafde manier uw punt across te krijgen en te luisteren naar elkaar op een respectvolle manier. Mijn tijd zit er dus nu op. Erik zegt, goedemorgen Gloria, nieuwe studio achtergrond. Echt mooi, echt professioneel opgesteld, echt mooi. Zo zie je het mooie beeld van Suriname binnenland. Dankjewel met complimenten aan de technicus. Nee, ik heb je gevraagd wat ik wil. Dit is wat ik wil en jij hebt het uitgevoerd. Dus complimenten aan jou, dankjewel. En misschien moet je ook even in het beeld komen, vind ik wel. Dat mensen je ook zien. Nee, volgende keer dan wel? Oké, ga ik je wel erbij roepen. We gaan nu luisteren naar die pokoe van Nedra Sranang met mooie beelden erbij.
En zal ik nu al gedag zeggen of straks terugkomen? Nu al? Oké, ik zeg nu al gedag. Zwaai, zwaai en tot straks bij CLO. En we gaan nu kijken naar mooie beelden en luisteren naar het liedje Sranang. Ciao, ciao. Kijk je. Dankjewel voor het kijken. Mesar sote, oh, mi ate sar sote, ma mi sabita quando io co, da io cringbaka, e mi sabita quando io co. Oko makandra bikawi ale begi iwa moro bulibi masraga de lukunu manaweta duta kru srana mia ti brutu ti milukuyu srana emchi fiepi Sote, be you go today. Srana, so ang tapu yusturu isiri ang ay kudo. Srana, if you tango so doro, next no demoro. Digi wa fumi delegi akondredi. Sou a
Suriname, ik kan jou niet loslaten.